Hey, lief jij, Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vierman Podcast. Vandaag een onderwerp naar mijn hart. Nou, dat, is, dat zijn ze eigenlijk allemaal. Maar. Dit is echt iets waar, waar ik zelf ook heel erg doorheen ben gegaan. Namelijk, hoe creëer je nou zo'n simpel mogelijke business waar je max resultaat uit haalt? En wat ik hier. Omdat. Dit, dit stukje heeft ook alles te maken met mijn missie. He, het je in je potentieel laten stappen. Helemaal je, je plek als vrouw innemen. En um, een, een bedrijf duurzaam opbouwen. Of daardoor. He, want dat is een gevolg van je bedrijf. Duurzaam opbouwen. En um, dat, dat echt doen vanuit je potentieel. Wat voor mij is wat ik, wat ik vandaag aan je wil, wil meegeven in deze podcast. Is dat... Het staat dat met elkaar in connectie. Omdat... Je, je kan geen simpel en eenvoudig bedrijf opbouwen als je niet helemaal in connectie staat met je potentieel. En kijk, het vervullen van je potentieel, dat is natuurlijk een proces. En misschien als mens zijn wij niet in staat om dat helemaal te, te waar te maken en te creëren. Omdat hè, als je bijvoorbeeld nu denkt, ik wil graag. Of nou ja, bijvoorbeeld zoals ik dit jaar, het draait voor mij echt om het podium pakken, zowel online als offline. En ik geef dit jaar een event. Heel <laughs> veel zin in. 16 oktober, mijn eigen event. En dat is echt ja, het stukje potentieel wat ik dit jaar mag pakken. Maar daar hoort bijvoorbeeld ook potential on stage bij. Ik denk donderdag, um, hoe moet ik goed zeggen, 7 maart. Donderdag, 7 maart geef. Uh, daar, daar sta ik ook een soort van. Nee, voor een groep. Hè, dat, wacht, doe even mijn kachel uit, want het wordt echt heel heet nu. Maar, dus dat is allemaal onderdeel van dat stukje potentieel wat ik dit jaar ga. ga, ga waar, ik, waar ik gehoor aan geef en waar ik naartoe aan het groeien ben. En dat zal een stuk potentieel zijn dat natuurlijk nog veel. Waar ik nog veel dieper in mag stappen, waar ik nog veel meer in kan. En dat is dat proces. Weet je. je zet gewoon ieder jaar... kan je kijken, oké, okay, aan welk deel... van mijn potentieel geef ik, wil ik gehoor geven. Nou goed, dus... hoe je dan... Een, uh, hoe creëer je dan zo'n simpel... mogelijke business? Heel vaak denken we dat dat heel moeilijk is. Omdat uh, met simpel... komen dan ook woorden omhoog... als funnels... en automatiseringen... en heel veel tools. Want dan zou dus... alles... Zou geautomatiseerd moeten zijn. En dan zou je zoveel mogelijk tools moeten gebruiken. En het een moet verbonden zijn met het ander. Ik vind dat niet simpel. Voor mij is dat niet simpel. Kan voor jou simpel zijn. Hè? Dus ik kijk ook hierin. Fuck de regels. Fuck wat ik zeg. Laat het gewoon los. Dit is gewoon maar ter inspiratie. En haal er vooral uit wat je voor jezelf eruit wil halen. Als ik bijvoorbeeld het heb, ook in mijn stories of nou ja, in andere podcasts over een simpel bedrijf. Dat ik kan natuurlijk vanuit mijn eigen ervaringen, vanuit mijn eigen gevoel daarbij zeggen wat dat voor mij betekent. Maar, en hier komt het, het simpele bedrijf is zoals het bij je potentieel mag passen. Zoals het bij jou past en zoals jij het wil hebben. Maar goed, dus vaak denken we dus allerlei tools en dingen. Ik zal je vertellen, ik heb laatst voor 75 euro per maand aan tools opgezegd. Ik wil namelijk steeds minder tools gebruiken omdat het op die manier steeds simpeler voor mij wordt. En wat er in mijn potentieel ligt, qua live contact en, en het precies op een andere manier doen, zoals een ander dat doet, dat voel ik ook heel erg. Dat ligt ook in mijn potentieel. En het nou ja, live doen en één op één werken en. Dus eigenlijk waar, waar ik vandaan kwam in 2022, is alles geautomatiseerd en heel veel tools. En, uh, dat voelde echt serieus niet als simpel, omdat het niet in lijn was met mijn potentieel, met wat ik voor mezelf mag waarmaken, maar nog dieper wat, wat mijn zielsintentie is en wat ik voor een ander wil leveren en waar ik bij een ander, hè, waar ik andere vrouwen mee wil helpen. Dus ik heb een heleboel tools opgezegd, omdat. In de kern dus, hè, als je mij zou vragen hoe creëer je zo'n simpel mogelijk business waar je max resultaat uit haalt, dan is dat een bedrijf, een business met een onverwoestbare kern. En die onverwoestbare kern ben jij. En dat is de connectie tussen jou en je bedrijf. Um, jezelf tot in de diepste cellen van je zijn kennen. Je gedrag kennen. Je gedrag veranderen. De gewoonte jezelf te zijn doorbreken. En dat zo'n onverwoestbare kern maken, dat je heel goed weet, wat ligt er nog in mijn potentieel? Wie ben ik? En wat wil ik? En hoe wil ik ondernemen? Hoe wil ik mijn marketing voeren? Hoe wil ik sales doen? Hoe... Snap je? Dus, dus die kern echt, echt goed weten... Wat je nou wil en wat bij jou past. En jezelf zo diep kennen en, en omarmen. En ik wil niet zeggen dat ik elke flaw en elk dingetje van mezelf al helemaal omarm. Dat blijft ook voor mij gewoon. En dat is, zal altijd zo zijn. Omdat, hè, wat zal dat zeggen? With every new level, a new devil. Nou, dat is ook zo. Met elk niveau, elk stukje groei komt er ook weer gedrag bij kijken. En komen er patronen bij kijken die je dan bij jezelf <coughs> ziet en ervaart en waar je aan wil werken, zodat, dat, hè, zodat je dat kan veranderen, zodat je een stukje gedragsverandering ook kan toepassen. Maar die onverwoestbare kern is hier wel de kern in, <laughs> is de key. Omdat je jezelf zo goed zou moeten leren kennen, en ook heel bewust zou moeten zijn van hoe jij je eigenlijk gedraagt en wat je eigenlijk doet, en um, hoe jij eigenlijk wil ondernemen. Net zoals ik de, nu de verdieping ook heb... Wat, wat betreft het stukje live en het een-op-een. -een. En uh, dat dan um, de Female Leader Academy in april... of de Female Leader Academy live in april start. waarbij Dat is een groepstraject... waarbij we iedere maand een live meeting hebben. Dus dan coach ik live aan een groep. Sta ik ook op het podium. Dan hebben we Potential On Stage, wat gratis is... Wat ik donderdag 7 maart doe, is ook live. Dan heb ik één op één. Dat is dus één op één contact met mij. Daar ben ik ook heel goed in. Daar ben ik heel sterk in. Dus live en één op één. Live voor een groep. Of live één op één. Of één eh, op één online. Um, en ook groepsmeetingen online. De, weet je, maar... Ik ben dat zo aan alle kanten aan het versimpelen. En... Aan het kijken, oké, okay, hoe past dat nou precies bij mij en hoe ik wil ondernemen? En wat is erin dan mijn boodschap? En wat, wat is dan de connectie met mijn zielsententie? En ja, dat. Dat zo goed weten maakt dat je een simpel Bedrijf kan creëren, een simpel business model dat aansluit op wie jij bent, op wat je wil, op hoe je het wil doen, um, hoe je in het leven staat en je daar ook daadwerkelijk heel veel plezier in kan creëren en um, in hebt. En weet je, um, de, de 300k-strategieën die je om de oren vliegen. Kijk, de strategieën werken 100%. Daar, daar twijfel ik niet over. Alleen de, of de strategie wel of niet voor jou werkt, dat heeft met heel veel factoren te maken. En precies de factoren die ik net benoem. Als jij niet goed weet, waarom zou je überhaupt 300k per maand willen omzetten of een 300k jaar willen draaien? Wat helpt het alleen al bij? Of. Nou ja, al die, die vragen die ik hè, net ook opnoemde. Als jij die onverwoestbare kern in jezelf niet hebt gecreëerd, waarom in godsnaam zou je investeren in een 300k-strategie die voor degene die dat hè, vermarkt heel goed heeft gewerkt? Ik, ik heb, met de strategie is niks mis. Alleen niet elke strategie past bij jou. En dus gaan we investeren vanuit een plek Um, vanuit tekort, omdat je getriggerd wordt op... oh my god, ik heb dat nog niet, ik wil dat nu. Het is niet nu. En zal er 100% resultaat komen... Um, maar de kans is groot dat het niet zo re veel resultaat is als dat je had gehoopt. En dus worden al die onderliggende lagen in jezelf ook weer opnieuw getriggerd... Um, waardoor je opnieuw in datzelfde verhaaltje terechtkomt... En ook die 300k niet voor jou gaat werken, omdat je er op dat moment gewoon nog niet aan toe bent. Of je bent er wel aan toe, maar het past niet bij je en je houdt dat dan niet vol. Dat is geen duurzame manier van ondernemen. Believe me. En datgene wat ik teach is misschien een lange adem. En, maar de kern is, wordt zo onverwoestbaar en daardoor wat je aan het opbouwen bent, wordt zodanig duurzaam dat je op de lange termijn veel meer resultaat gaat behalen dan bijvoorbeeld, ik ben hier gestart, ik haal mijn eerste 10k maand, want ja, ik moet 20 mensen bijvoorbeeld een, een DM sturen en uh, wil niet zeggen hè, dat dat niet werkt, maar... Of ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Maar als dat niet 100% bij jou past, dan ga je dat niet volhouden. Je gaat dat gewoon niet volhouden. Dus het is niet simpel. Het wordt moeilijk, het wordt vervelend. Sabotagesystemen worden getriggerd. Um, dus ja, weet je, het antwoord ligt in jou. Een simpel bedrijf. Een bedrijf dat eenvoudig voelt. Een bedrijf dat simpel voelt. Een bedrijf dat heel licht voelt begint bij jou. Jij zal moeten weten hoe je wil ondernemen. Jij zal moeten weten wat jij nodig hebt. Jij zal moeten weten welke sabotagesystemen je in jezelf moet aankijken. Jij zal moeten weten waar je jezelf nog niet voldoende omarmt... om schaamteloos te kunnen ondernemen. Om helemaal jouw plek als vrouw te kunnen innemen. Om gewoon te gaan doen hoe jij het wilt doen. En net zoals ik nu denk, ja, ik vind het wel leuk om een sales page... voor de Female Leader Academy live te hebben. Daar ben ik ook mee bezig. Maar halleluja, ik ga echt niet meer een sales pitch maken met al die regeltjes. Met dit en dat verlangen en zus moet daarop inspelen. Ik zeg gewoon wat ik wil zeggen, zodat mijn energie erin zit. En dan zal de, de, de sales pitch niet perfect zijn qua marketingstrategie. Interesseert me niet als ik er maar achter sta. Ik ga een toffe video toevoegen zodat je mijn energie kan voelen. Um, nou, en dat is gewoon een sales pitch die ik maak. Er staat wat leuke tekst. Ik wil je gewoon wat erover vertellen. En als je, als je merkt van, oh mijn god, oh mijn god. Oh my, ik wil een, oh my god. En oh mijn god. Oh my god, dit, dit, is, dit, dit lijkt me echt super tof. En misschien ook wat ik nu in deze podcast vertel. Hè, dat je denkt van, oh ik vind het eigenlijk wel heel interessant. Nou, dan ga je gewoon eens naar de sales pitch doen. Als, op je, als je op de sales pitch denkt, ja... Ik, het lijkt me eigenlijk wel leuk om met Stef in contact te komen. Vul je even de korte vragenlijst in. Dat is bijvoorbeeld een manier die ik echt super tof vind. Alleen wat ik ook weer heel vaak zie nu, is. En dat is, dat is iets waar ik heel erg door getriggerd ben geraakt. Uh, ik weet niet meer precies wanneer. Ik denk eind vorig jaar. Um, dat ik dacht, oh ja, dat ga ik ook proberen. Maar vervolgens werkte het helemaal niet. Nee, omdat ik helemaal niet achter sta. Want je wordt gek van al die vragenlijsten die om je oren worden gesmeten. Niet en niet, het werkt. En als het voor jou werkt, is het goed. Maar ga het nou niet doen vanuit, oh ik had iedereen doet dit. Dus ik moet het ook doen. Want dat gaat niet werken voor je. En dan voelt het weer opnieuw zwaar. En worden weer die systemen, de onderliggende systemen, getriggerd. Waardoor het niet zo licht voelt als dat je wil dat het is. Um, hè? Dus de vragenlijst op een salespage vind ik een hele mooie manier voor jezelf, voor jou om erachter te komen of dit daadwerkelijk iets voor jezelf is. Omdat het vragen zijn waar je gewoon even bij jezelf intunt. Oké, okay, wat, wat is ook alweer mijn verlangen? Hè? Want ik ga je niet. Ik weet ook niet na zes maanden van de Female Leader Academy Live, waar jij staat. Ik ga je ook echt. ik kan je voorbeelden geven. Um, ik kan resultaten laten zien van andere vrouwen die met mij samen hebben gewerkt. Maar dat wil niet zeggen dat jij dat gaat halen. Het kan zijn dat als jij nu start met, ik zeg maar wat, um, je zit een beetje vast op 7k maanden. Dat je aan het einde van het traject, hè, als je dat tof vindt, als dat ook een doel voor je is. Dat je op 20k maanden zit. Dat kan, 100%. Zeker. Maar het ligt aan jou. Het ligt aan wat jij wil. Of als je ook graag een event wil organiseren. Of je wil starten met je business en je bent net gestart en het loopt nog niet zo lekker en je wil gewoon een consistente klantenstroom. Ja, het kan, maar het hangt ervan af hoe jij in de wedstrijd staat. Het hangt ervan af hoe, hoe zeer jij ermee aan de slag kan zijn, gaan en hoe zeer jij je kan ontwikkelen. Hoe, hoe, me, hoe onverwoestbaarder je die kern maakt in jezelf. En hoe meer je je ook durft te verwinnen met je grootste visie en met je missie, en je dat ook meeneemt en het geluk en de vervulling nu ervaart, nu plezier hebt, nu de dingen doet, nu de boodmoos zet, hoe makkelijker dat gaat worden en hoe eerder je ook een simpel en eenvoudig bedrijf kan bouwen. Maar hoe ik dus een simpel en eenvoudig bedrijf bouw, creëer nu voor mezelf door letterlijk alles te schrappen. In mijn bedrijf. En het gewoon zo simpel mogelijk en zo, zo connected mogelijk te maken, ook met mensen die mij vragen stellen, ik beantwoord alle vragen in mijn DM zelf. Of uh, mailtjes, beantwoord ik allemaal zelf. Of um, nou ja, calls die ingepland moeten worden met klanten. Ik doe het zelf, um, weet je, dat soort dingen, dat, dat is zo belangrijk voor mij. Dat, daar ervaar ik heel veel plezier in. En, oh ik hoor, mijn, mijn moeder de hond is hier dan nog, dus die zit op de achtergrond te blaffen. Um, dus, dus staar je ook niet dood op hoe ik mijn bedrijf nu run, want dat is niet wat ik wil dat je leert. En het mag zoals ik dat doe. Hè? En, en als je daar vragen over hebt, please let me know, want ik vertel je er alles over. Maar het mag nog veel meer zoals jij dat wil. En dat proces is zo ontzettend veel waard. En ook de vrouwen in de Female leader Academy Exclusive Guidance, de 1-op-1 versie. Um, hè, die, um, daar zie ik het ook. Zij gaan allemaal door een proces heen van ja, verdieping en, en uitzoeken van: maar wat wil ik dan eigenlijk? En hoe wil ik mijn bedrijf dan runnen? En ook uh, lief zijn ze aan het maken, omdat. Je ziet als je eenmaal weet waar je jezelf klein houdt en waar je, waar, je, waar je nog niet die stappen durft te zetten, dan ga je ook die, die kleinere stapjes. Ik wil niet zeggen dat je hele grote stap hoeft te maken, maar even, hè, dan ga je die tussenstapjes die je normaal voor jezelf zou, ertussen zou zetten. Zo van ja, maar eerst dit en dan dat. Zo doe ik het eigenlijk. Hè? Um, want ieder klein stapje is natuurlijk altijd goed. Maar je gaat die, eigenlijk de onzinnige tussenstapjes die je vanuit je ego ertussen zet, die ga je overslaan. En dat werk doen, ja man, dat is magisch, want vanuit daar kan datgene ontstaan wat je nou echt voor jezelf verlangt. Dus, uh, nou, dat was eigenlijk wat ik vandaag met je wilde delen. Ik hoop dat je er fijne uitzicht, uitzichten, inzichten uit hebt gehaald. En mocht je nu denken, oh die Female Leader Academy Live, het live groepstraject waarbij we dus één keer per maand een live dag hebben met z'n allen... Waarbij je live gecoacht wordt door mij. Live geholpen wordt door mij. Goed, ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik deed per ongeluk met mijn vinger iets bij mijn toetsenbord. En toen sloeg de podcast zich al op. Dus hij werd even onderbroken. Maar mocht je nou denken, dit live groepstraject. Dat, dat lijkt me geweldig. Dan kan ik ook live met andere dames. Die allemaal sky high willen gaan. Allemaal dat, die, dat duurzame, simpele be bedrijf willen opbouwen. Met zoveel mogelijk resultaat. Um, daar kan ik dan ook mee connecten. Het lijkt me fantastisch. Kijk dan eventjes op de salespage. Nu hoor ik ook nog de, het alarm. Dus ik ga hem snel afronden, want de honden vinden dat spannend. Um, kijk dan even op de salespage. Stuur me even die een DM. Vraag naar meer info. Het maakt allemaal niet uit. Je bent van harte welkom. Um, je kan de vragenlijst invullen. Dan sta ik voor je klaar. Die zal ik zo spoedig mogelijk beantwoorden. Kunnen we eventueel even een call plannen uh, waar je vragen uh, in kan stellen? Niks is verplicht. Ga je nergens intrekken. Jij moet dat helemaal voelen. Mocht dat zo zijn, let me know. En dan uh, kunnen we altijd kijken of dat de plek voor jou is. Oké? Okay? Ik wil je in ieder geval heel hartelijk bedanken. En ik spreek je morgen weer. Doei!